Weet je waar het Oude Stadhuis zit hier in Breda? Oude Stadhuis, is dat niet gewoon op Grote Markt? Het Oude Stadhuis? Ja, daar, bij de Grote Markt. En weet je ook wat erin zit? Op het moment weet ik niet. Nee. Op de Grote Markt. Op de Grote Markt. En bent u er wel eens binnen geweest? Ook, voor mijn trouwerij. Omdat u ging trouwen? Ja, dat klopt. En weet u wat er nog meer zit, behalve twee trouwzalen? Nee. Het Oude Stadhuis, dat is op de Grote Markt, toch? Klopt. En weet je ook wat erin zit? De gemeente, toch? Of niet? De gemeente? Ja, de burgemeester, toch? Er wordt toch getrouwd, hè? Ja, we hebben daar een trouwerij meegemaakt. Dus, ja. Kun je er alleen trouwen? Voor mij niet, hè. Maar ik kan je wel meerdere dingen. Maar ben je er wel eens binnen geweest? Alleen in de gemeente of zaal die, waar ze vergaderen. Maar voor de rest niet. Die trouwzaal heb ik nooit gezien. Ik spreek met Paul Piket van griffier van de gemeenteraad van Breda over formatie. Daar zitten we middenin. Wat zijn nou een beetje de fases in een formatie? Ja, nou, allereerst is er natuurlijk de verkiezing, de verkiezingsuitslag. En al snel daarna, als partijen zijn bijgekomen van de uitslag en even onderling overleg hebben kunnen hebben, dan komt er vaak een verkennen. En dat is in Breda ook zo gegaan. Een verkenner die door een aantal partijen of door de grootste partij is aangewezen. En die gaat dan kijken, die gaat de partijen aan elkaar laten snuffelen. En hij of zij is daarbij de leider. Van welke mogelijke combinaties, welke samenwerkingen er mogelijk zijn in het stadsbestuur. En wat gebeurt er dan? Ja, nou, dan wordt er een eindverslag geschreven van zo'n verkenningsfase. En dan gaat de gemeenteraad daarover in gesprek. En als die gemeenteraad de conclusie van die verkenning deelt, nou ja, dan is het basis om verder te gaan onderhandelen. Om echt een wethoudersploeg en een programmatische lijst met wat dingen die je wil gaan doen voor de stad. Dat noemen ze dan een bestuursakkoord. Zou het ook theoretisch kunnen zijn, je hebt de verkiezingen dat eerst de raad met elkaar gaat afspreken, dit willen wij voor de stad bereiken. En dat je dan pas kijkt welke partijen de wethouders leveren? Ja, dat is ook een vorm. Dat is, ik geloof, in Etten-Leur als dichtstbijzijnde stad waar dat 4 jaar geleden is gebeurd. We gaan eerst de raad kijken wat zijn de punten die ons binden. Dat spreken we dan met z'n allen af. En voor de details daarbinnen en voor de overige punten is er een coalitie van een kleiner aantal partijen. En die leveren dan ook de wethouders. Heeft het gewerkt in Etten-Leur? Het heeft 4 jaar, voor zover ik weet, gewerkt. Maar het is wel heftig, want je moet 4 jaar vooruit kijken dan. Ja, dat is een van de redenen dat ook vaak voor iets anders wordt gekozen. Ja. Hoe lang duurt ongeveer zo'n formatieperiode? Nou, tussen de maand en 3 maanden is wel erg lang. Dat betekent dus dat je bijna tot aan de zomer geen bestuur hebt met mandaat. Wat er nu gebeurt is, de wethouders uit de vorige periode die zijn nog gewoon wethouder. Die zitten ook in de raad. We hebben in deze periode een dubbele pet op. Maar dan zijn ze demissionair wethouder. Dan kunnen ze geen dingen die heel erg anders zijn dan in de vorige periode of die omstreden zijn in de stad. Ze leggen zichzelf de discipline op dat ze die dan niet doen. Nou, dat kan natuurlijk niet te lang duren, want er is iets te doen in de stad en in de dorpen. Dus de verkenner en straks de informateur die zal ook wel proberen om tempo, samen met de burgemeester, om tempo in het proces te krijgen, zodat er snel weer doorgepakt kan worden. Hebben jullie er zin in? Nieuwe raad, is het voor de griffier en de griffie ook een nieuwe start? Nieuwe start? Een nieuwe manier van samenwerken vast. Hè? De partijen, alle partijen die tot nu toe bij de verkenners zijn geweest, die hebben dat staat ook in zijn rapport, daarom mag ik het zeggen, uitgestraald dat ze een open manier van samenwerken wilden. Dus dat gaat anders zijn. Sowieso gaan de poppetjes veranderen. Dus dat geeft ook al een bepaalde dynamiek. Nou, heel veel succes en heel veel plezier ook. Dankjewel. Met welke reden was je in het Oude Stadhuis? Dat was met school. Gingen we gewoon een kijkje nemen ook met maatschappijleer. Gewoon qua als je gaat een politieke keuze gaan maken, hoe wordt dat gedaan? Hoe wordt dat in je regio geregeld? En zo zijn we daar binnen geweest. Ben je er wel eens binnen geweest? Nee, nog nooit. Zou je er een keer willen kijken? Nou, misschien als ik later ga trouwen. Ja? Ja. Maar eerder niet? Nee. Ze gaan het onder meer vernieuwen, onder meer de raadzaal. Zou dat voor jou een reden zijn om straks een kijkje te gaan nemen? Ja, zeker, zeker. Als daar een kans voor is, dan gaan we wel een keertje kijken, denk ik. De Bredaanse gemeenteraad zetelt daar, dus die hebben daar hun
Uiteraard, oké, nu dat jij het zegt, dat wel, maar voor de rest... Die heeft hij nooit een bezoekje gebracht? Nee, van de gemeenteraad. Nee, zijn nooit thuis en ik nooit daar. Dus nee, okay. Nooit iets mee te maken. Nee. We nemen een kijkje in het oude stadhuis, waar druk verbouwd wordt vanwege de nieuwe vergaderstructuur van de gemeenteraad. Ja, de collegezaal. Er stond hier vroeger veel antiek. Antieke klokken, antieke tafels. Ze zijn nog volop bezig. Wat ik herken zijn de stoelen van de oude raadzaal, dat zie ik. Blijkbaar is er een kringgesprek dadelijk. En voor de rest moet hier nog veel gebeuren volgens mij. Ik spreek met Alex, bode hier op het stadhuis. Hoe lang ben je al bode? 18 jaar bode hier op het stadhuis. Vind je het leuk, bode zijn? Heerlijk. Ja? Ik zeg altijd van ik ga weer naar mijn paleis. Nou, we lopen even de raadzaal die nog in verbouwing is. Is verlopen, want het originele meubilair is er nog niet. Oh, dit is niet het definitieve? Nee, dit is niet de definitieve tafel, sowieso niet. Maar ook de opstelling wordt anders? Ja, volgens mij moet de opstelling anders. Ik weet niet of Paul jou een tekening heeft laten zien. Nee, dat kunnen we daar niet. Zo'n groot ding, zo'n groot blad. Hoe de opstelling zou worden, beneden in de collegekamer en hier. Okay. En dat geldt hetzelfde voor de commissiekamer. Ja. En er is ook nog iets met de luchtbehandeling gedaan. Ja. Want was het te warm in de zomer en te koud in de winter? Ja, dat was het probleem hier elke keer. Of het was te warm in de zomer en in de winter was het weer koud. Dus en ja, ook mensen zaten natuurlijk allemaal bijna te gapen en droge ogen. Dus vandaar dat ze die luchtbehandeling erin hebben gedaan. En dat wordt dan heel goed geregeld. Dat gehak en geboor in onze oude panden, wat vind je? Ja, verschrikkelijk. Ze zitten nou al 3 maanden in de verbouwing, dus dat is al een heel gedoe. En het loopt allemaal uit vanwege die luchtbehandeling. Want ja, je komt hier van alles tegen in een oud gebouw, een monumentaal pand. En je kan niet overal zomaar boren. Hebben ze nog spannende dingen gevonden? Weet ik veel, oude behangetjes of zo? Nou, dat hadden we dus beneden in dit grote trouwzaal. Dat plafond is er helemaal uit geweest. Oh. Dus daar kwamen ze oude randen tegen. En die worden weer in ere hersteld. Oké. Maar daar moet je een speciale stucadoor voor hebben, want dat is specialistisch werk. Ja. Dus dat vergt ook weer even tijd. En nog oude schatten, of... Nee, oude schatten hebben we niet gevonden. Lijkt me leuk. Nee? We zijn hier dan, nu Alex, in de... Dit is de voormalige commissiekamer. Is nu en, dat wordt het wel weer, maar zoals het er nu uitziet, nog even niet. Voor een nieuw plafond, een nieuw meubilair erin, vloerbedekking. En het leuke hiervan is dat de muren allemaal weggehaald zijn. En daar zijn nu allemaal glazen wanden voor gekomen. En die worden beplakt met mat glas van de Stapreda, de kerk en de huisjes en zo. Dus dat wordt heel erg mooi. Dus je kan niet, want ik dacht de tribune voor de mensen zit dan buiten het glas? Nee. Nee, het zit in. Het zit buiten allemaal hier binnen. Maar ja, dat leidt zo af als het helder glas blijft. Dus vandaar dat het dan helemaal mat bekleed wordt met de Stapreda. We zitten hier in een kleine trouwzaal met Kees van der Horst, afscheidnemend raadslid uit de gemeenteraad. Althans, u heeft al afscheid genomen. Hoe was dat? Nou, dat wil ik al zeggen. Het is zuur, maar wel leuk. Heel veel reacties, veel mailtjes van collega-raadsleden. Bloemetjes van de D66, dat kon ik echt heel erg waarderen. Een VVD die belt, en niet zomaar alleen een Thierry of zo, maar echt ook Daan en Raymond en zo. En bedankt voor de samenwerking en zo. Boekje van de SP gehad en zo. Ja, nee, het, eigenlijk best wel een goed gevoel. 8 jaar heeft u in de raad gezeten, waarvan 5 jaar ongeveer met een eigen partij. Ja. Wat was voor u persoonlijk een hoogtepunt? Hoogtepunten waren onder andere referendumverordening. Als je die binnen had als kleine partij, waar Ton Norhoff heel veel aan gedaan heeft, dat vonden we echt wel een hoogtepunt. Het Shop en Buy, dus in de aanloopstraten een kwartier
gratis parkeren, wat nu overgepakt wordt en mogelijkwijs zelfs uitgebreid gaat worden na een half uur. Mm-hmm. Ja, dat zijn echt dingen van, daar ben je blij mee. We zitten hier in de trouwzaal aan het Oude Stadhuis. Wat is uw favoriete plekje in dit gebouw? Wat mijn favoriete plekken zijn, ik zeg van nou, dat vind ik nou echt mooi. Ja, dat klinkt heel gek, beneden de kelders. De kelders? Ja, ik was altijd wel een van degenen die in was voor rondleidingen. Onder andere gast in de raad. En weet dan dus ook vrij veel van het gebouw, omdat ik dat leuk vond. En deed dan dus ook de rondleidingen. En dan de kelders waren toch altijd wel de plaatsen die op iedereen vrij veel indruk maakten. En boven, helemaal bovenin, het uitzicht op het chasséveld en zo. Dat zijn echt gewoon mooie plaatsen. Heeft u eigenlijk advies of een boodschap voor het nieuwe raad of de nieuwe college? Ja, probeer niet alles te lezen. Probeer niet overal bij te zijn. En probeer je eigenlijk te specialiseren. Bepaalde onderwerpen en doe die goed. Probeer niet breed te zijn, maar probeer echt te verdiepen. En probeer niet alles te doen, want daar ga je onderdoor. Daar ga je niet redden, dan verzuip je. Oké, duidelijk. Mag ik u danken voor sowieso dit gesprek, maar ook voor 8 jaar trouwe dienst hier in de politieke arena. Ja. En we hopen meer van u te horen. Oké, hou je op de hoogte. Dank u wel. Oké. Ik zit hier in de kleine trouwzaal met Peter Elbertsen. De verkiezingen zijn geweest. U komt niet terug in de raad, dan moet u gaan afscheid nemen. Nou, dat afscheid nemen, dat vond ik wel een zeer moeilijk moment, ja. Zeg maar. Ja, daar zag ik enorm tegenop. Ik loop vaak van huis, want ik woon op de Ginnikweg, en dus dat is goed te lopen hier naartoe. Maar ik vond het een hele lange weg hier naartoe. Ja. Ja, en is het dan dat u afscheid moet nemen van een bepaalde tijd of van de mensen hier? Ja, nou ja, kijk, wij hadden er totaal niet op gerekend. We hadden alle scenario's en dat is misschien best wel arrogant, maar het is zoals het was. We hadden er niet op gerekend dat wij niet terug zouden komen. We hadden wel met allerlei scenario's rekening gehouden. Wat nou als 1, wat nou als 2 en bedoel, zo reken je. Maar we hebben nooit bedacht van wat nou als 0. Ja. Dus op de verkiezingsavond, woensdag 21, ik bedoel, dan staat je leven toch in 2 uur tijd er even iets anders voor, zeg maar. Dat gaf wel een knoop in de maag. Heeft u nog een boodschap voor de nieuwe raad of voor de nieuwe coalitie die er mogelijk gaat worden? Het wordt een bijzondere tijd, denk ik. Ik heb het gevoel dat het geen saaie tijd wordt. Nee. Nee, het is redelijk overzichtelijk. Ik bedoel, je hebt 3 partijen mogelijk straks in de coalitie, maar de oppositie moet je natuurlijk ook niet onderschatten. Dat is ook redelijk overzichtelijk. Het zijn ook 3 partijen. Nou ja, weliswaar 5, maar ja, 50 plus. Dat zal hoogstwaarschijnlijk gaan gedogen. Nou, dan heb je Breda 97. Dus maar, nou ja, bij elkaar hebben ze ook 16 zetels. Dus dat is redelijk overzichtelijk. Ik bedoel, om een goed oppositie te kunnen voeren, is dat ook wel een pre. Dus ja, dat wordt best een interessante tijd, denk ik. Ja. Zal u een keer op de publieke tribune te vinden zijn? Jazeker, ja. Tuurlijk. Ik ga dat wat me interesseert, ga ik volgen. En dat zeg ik. En misschien ga ik er nog iets van vinden ook, maar dat zien we wel. Leuk. Mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek en ook voor de afgelopen jaren hier in de politieke arena hier in Breda? Ja, niets te danken. En heel graag gedaan. Ik heb het met heel veel plezier de afgelopen 8 jaar hier rondgelopen. Dus, en natuurlijk ook met heel veel plezier aan dit interview deelgenomen. Dank u wel. Okay.